Hoewel er nog enkele gesprekken gevoerd moeten worden, kan Woerden TV vertellen dat Van Riet de koop van het Arsenaal gegund is door de gemeente. Woerden TV sprak met een dolblije Gerrit Kremers. Meneer Kremers, er is nieuws over het Arsenaal. Wat kunt u precies vertellen? Zojuist is het politieke café geweest en in het politieke café is naar buiten gebracht dat het Arsenaal de komende week waarschijnlijk wordt verkocht aan de beoogde Woerdenaar. En de beoogde Woerdenaar die bij ons bekend is, ja, daar zijn wij extreem gelukkig mee. Want het is de Woerdenaar waarmee wij in zee gaan om het pakket wat wij willen uitbrengen in het Arsenaal waarschijnlijk helemaal kunnen gaan verwezenlijken. Nu hebben wij als Woerden TV begrepen dat de koper de heer Van Riet is. Een bekende in Woerden met veel vastgoed, klopt dat? Die naam is naar buiten gekomen. Ik heb in ieder geval zelf die naam niet naar buiten gebracht. En ik zal het niet 1, 2, 3 kunnen ontkennen dan. Wat gaat er precies met het Arsenaal gebeuren? De plannen zoals we die nu hebben en zoals we die ook voorgebracht hebben naar het college. Dat is beogen we beneden een soort Dudok-café te maken. Daarnaast een passage van Groenendaal naar de Meulemansweg richting de haven. En daar een museale functie aan te geven. Op de eerste etage een culturele functie. En op de tweede etage een flex werkplek. Hoe lang hebben jullie nodig om dit te realiseren? Zodra van de week de koop beklonken is, dan gaat de stichting aan de slag samen met de exploitant en met de koper. Dus dat is een drieluik. En de beoogde exploitant die denkt daar heel snel mee uit de voeten te kunnen. Dus ik denk dat zoals het er nu naar uitziet in 2012, dat we een hoog kwaliteitsniveau hebben in het Arsenaal. Heb je informatie of nieuws voor de redactie? Mail dan naar redactie@woerden.tv.